Ik heb dit jaar een beurs gekregen van de Ventener van Vlissingen Art Foundation. Met de beurs heb ik een reis gemaakt naar Peru. En specifiek naar het Manu National Park. Hiervoor heb ik gekozen omdat er een enorme grote biodiversiteit is. En de mensen daar heel veel respect hebben voor de natuur. In mijn werk staat het animisme centraal. Met animisme is het idee dat alles bezield is. De plaatselijke bevolking daar in het regenwoud gelooft dat alle planten, alle dieren, het water, dat onze voorouders zijn. En dus een soort van geesten. En dat is voor mij die bezieling. Dan ben je er veel voorzichtiger mee en dan ga je er met veel meer respect mee om. We zijn hier midden in de prachtige Nederlandse natuur op de Utrechtse Heuvelrug. En ik ga op atelierbezoek bij Sophie Steengracht. En dat is een jonge kunstenaar die de Van Vlissingen Art Foundation Grant 2018 heeft gekregen. Dat houdt in dat zij een hele mooie reis heeft mogen maken ter inspiratie van nieuw werk. Nieuw werk heeft ze gemaakt, daar is een boek over gemaakt en nu een tentoonstelling in Singelaren waar haar werk wordt getoond. Weet je wat ik zo bijzonder vind? Je gaat exposeren in Singer. Hè? En Singer is ontstaan omdat er 150 jaar geleden in Laren een kunstenaarskolonie ontstond. En dat gebeurde op allerlei plekken in de wereld. Omdat kunstenaars toen de industrie begon, zich afkeerden van die vernieuwingen en terug naar de natuur wilden. En mens in de natuur als onderwerp kozen. En jij gaat ook, net als zij dat eigenlijk deden, maar op een nieuwe manier, helemaal moeder aarde in. Hoe ben je hiertoe gekomen? Wat is dit? Dit is een werk wat geïnspireerd is door een verhaal, een mythe, wat ik heb gehoord toen ik in de jungle was. En dat ging over de hemel die neer zal vallen op de aarde. En dat gebeurt niet zolang er respect is voor de shamanen en er geluisterd wordt naar de shamanen van het regenwoud. Die vertellen hoe je met de natuur om moet gaan. Het is een koperplaat. Ja, prachtig. En om die dus daarin te tekenen, bedek ik het met de was. En dan met een naald teken ik erin. En vervolgens doe ik het in een bad met ijzerchloride en dan wordt het uitgebeten. Maar hier zie je dan een beeld wat ik heb gemaakt naar aanleiding van schetsen die ik heb gemaakt in het bos. Ja. En dan heb je hier bijvoorbeeld, zie je die schetsen. Met één aanraking van een naald kan je zeg maar al een stipje maken. En die verfijndheid van de techniek, dat spreekt me heel erg aan. Ook om dat micro, dat kleine en die lijnen die ik heb gezien in het regenwoud, om dat te vertalen. De beelddrager, de cover. Dus een veelzeggend beeld. Ik zie een prachtige natuur met een heel nietig mensje daarin. Ja, ja. Dit was in de Cloud Forest en ik liep daar echt een wolk binnen. Alles was in één keer bedekt met druppeltjes en het was gewoon, je werd omvangen door een wolk. En dat gevoel van dat je er in een wolk wordt getrokken en ook inderdaad het kleine, dat je niks bent eigenlijk vergeleken met de grootheid van de natuur, maar toch wel een onderdeel ervan. Ja, misschien is dat ook wel een essentie van wat je laat zien. Van de kleine mens in de ongelooflijke grote moeder natuur. En het feit dat we erbij moeten blijven. Dankjewel. Hey.
als ik met tekenen begin, dan valt alles eigenlijk weg daarbuiten. Dan hoor ik niet meer wat er om me heen gebeurt. En dan is dat ook niet belangrijk. Het is een soort flow. Dan word ik in mijn eigen ideeënwereldje of voor mijn taal word ik gezogen. In die concentratie, ja, dan voel ik een verbondenheid met wat is. En dat is vergelijkbaar met het zijn in de natuur en het voelen van je connectie met het water of met de aarde of met de sterren. En dat is een moment dat alles klopt en dat je niks anders nodig hebt en niks anders hoeft. En die staat. Dat is waar ik het liefst in verkeer. Het voedt me, maar het is ook hetgene waar ik naar verlang.